Bedreigingen moet je serieus nemen, maar Tweede Wereldoorlog vergelijking, laat het gaan. Dus, beste leden van de Tweede Kamer, als jullie kijken, luister dan goed naar ons lied. Je werkt lekker in de Tweede Kamer, een fijn debat en iedereen is blij. Maar kijk, de voorzitter slaat met haar hamer, want ja, daar komt er toch weer een voorbij. Een Tweede Wereldoorlog vergelijking, het maakt je radeloos, het maakt je kwaad. En ook al heb je daar misschien gelijk in, het is beter dat je het maar even laat. Tel gewoon tot 10 en hou je stil, en denk maar als je reageren wil. Nee, 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 dat is geen goed idee. Het is een provocatie, dus ga er niet in mee. Nee, in zo'n situatie, ik vind het niet oké. Maar zie ik heilig reageren, nee. Wij zullen echt die oorlog nooit vergeten. Het is mensonterend wat er is gebeurd. Het is niet nodig dat jij ons laat weten dat vergelijken ook door jou wordt afgekeurd. Je moet de kleine ettertjes negeren. Zo'n kereltje is helemaal geschift. Ach, laat je nou toch niet zo reduceren tot speelbal van zijn provocatie drift. Je denkt wat hier gezegd wordt, dat is ziek. En alles in je schreeuwt om een repliek. Maar nee, 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 dat is geen goed idee. Het is een provocatie, dus ga er niet in mee. Denk in zo'n situatie, ik vind het niet oké. Maar zie ik en niet reageren, nee. Volg deze tactiek en help mee aan minder uitstoot van de WO2. Zing met ons mee. Nee, 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 oh, ga er niet in mee. Gelul over de naties, ik vind het niet oké. Je voelt het, maakt me kwaad, die verbale diarree. Maar zie ik hem, ik reageer, nee.